Minister Prahlad Siddin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er dit jaar meer inzaaicapaciteit verwacht mag worden van de rijstboeren in het district Nikeri. Hij sprak journalisten vandaag voor de aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat alle zaken in place zijn om het maximale te halen uit de inzaai van rijst in 2022. Met het vervangen van één van de pompen van Wageningen, dat is een nieuwe pomp. Daarna gaat de aannemer door met de overige twee pompen. Dus bij de volgende inzaai rond mei, juni, dan denken wij alle drie pompen van Wageningen alle productie te hebben. Welke goed is voor een 10.000 hectare meer inzaai. En op een gegeven moment de wakkeipompen lagen stil, vorig jaar mei, juni. Met moeite hebben wij twee kunnen repareren dat ze nu werken, voor de krop van nu. En ik heb al een offerte om de overige twee pompen snel aan te pakken. Dat zit iets boven de 1 miljoen euro. En we hebben ook budget nu gereserveerd daarvoor. Dat op een gegeven moment we kunnen rekenen op alle vier pompen van Wakai. En dan ga je daarmee automatisch je areaal, je ingezet areaal kunnen verhogen. Siddin zegt dat de boeren de garantie willen dat ze over genoeg water kunnen beschikken. Met de reparatie van de defecte pompen zal dat zeker het geval zijn. Mijn streven was om snel weer op het niveau te komen van 80.000, 90.000 hectare op jaarbasis. En toen ik minister werd in juli 2020, de eerste inzaai daarna in november, december 2020. Toen waren we gestegen van de 70.000 hectare naar een 32.000 hectare. Alles minister Prahlad Siddin, hij heeft er altijd naar gestreefd om het inzaaivermogen te vergroten. Op die manier wordt de productie van rijst verhoogd ten behoeve van de export.